drugsgebruik, geweld en prostitutie. De buurtbewoners van de Rotterdamse woonwijk Het Oude Westen zijn het spuugzat. De politie in de wijk besluit tot actie. Kijkt u naar Operatie Hartslag. Goedenavond heren, we zijn bezig met de actie preventief hier. Ik wil even uw handen zien van beiden. Ik wil even, ja, van laten zien. Ja, losmaken. Ja, en die komt even uit. Ja, dankjewel. We gaan even naar de muur. Even uw handen laten zien. Ja, even handen laten zien. Blijven laten zien. Ja, oké. Okay. Ja, zo is. Heeft u messen, naald of andere dingen bij u? Nee? Dat is een kort antwoord. Kunnen we in de auto wat tegenkomen? Wat, Ik neem er zoveel uit, ik denk niet. Heroïne. In ieder geval meer als gebruikers op veel uit. Dus daarvoor gaat hij over naar het CB. Het punt waar we gewoon het allerslechtst op scoren in de veiligheidsindex, dat is het feit drugsoverlast. 29% van de bewoners van onze wijk ervaart dat als een vaak voorkomend probleem. Nou goed, dat staan we met z'n allen ook niet echt van te kijken, want we weten met z'n allen donders goed hoe het zit op de Westkruiskade en in de zijstraten daarvan. Maar in 2007 denk ik dat we er uiteindelijk met z'n allen echt door overvallen zijn. En alle jaren daarvoor zag je het wel iets meer toenemen, maar nooit zo ernstig als in 2007. In 2008 zijn wij, als politie, zijn wij er klaar voor om de overlast op tijd te gaan bestrijden. Dat betekent dat er zo'n 80 acties zijn waarin we met z'n allen aan de slag gaan om de veiligheid in het Oude Westen te doen toenemen. We doen dat altijd even in de bus, gooi zeker 's nachts natuurlijk, dat ga je niet aanbellen. Wat we kunnen doen is verhoogde surveillance, desnoods samen met partners zoals bijvoorbeeld de Brede Brigade of de verkeerspolitie. Daarnaast kunnen we nog met cameratoezicht acties doen. Bijvoorbeeld integrale horecacontroles kunnen we verrichten. Preventief fouilleren is een effectief middel om de wapens van straat te krijgen. Goedenavond. Voor preventief fouilleren op de Hartslagweek. De meeste van jullie hebben een draaiboek ontvangen waarin staat wat het doel is en waar deze actie over gaat. Illegaal bezit vuurwapens, voorkomen verstoren openbare orde en positieve beïnvloeding, onveiligheidsgevoelens en controleren horecapanden. In verband met aanwezigheid van wapens bij de horecagelegenheid zal eerst de ROG naar binnen gaan. Daarna gaan wij direct erachteraan. Om te fouilleren. Gele hesjes voor de leden van de fouilleergroepen. Let vooral op de handen. Kijk waar die handen naartoe gaan. Goeiedag, politie. Mag even doorlopen. Doorlopen. Laat ze maar naar buiten komen voor. Ja. Oké, komen we eerst, ja? Ja. Oh, wat is dat? Even nu omdraaien en handen tegen de muur zetten. Ik heb een mes bij me, kijk hier zo, godverdomme. Kijk hier, ik heb een mes bij me. Wachten? Ja. Mag ik dat hier doen? Oké. Ja, maar goed, dat maakt het niet uit. Vraag wat eraf dan doet? Nee, maar volgens het beleid gaat hij gewoon over naar het bureau en dan wordt er verbaal opgemaakt.
Nee, Mahmoud, opsporing die zitten. Ja. Ja, we zijn er voor. We hebben een oude fiets. En ik ben er naast van die. Je wordt aangehouden vanwege het feit, we zijn preventief adviseren, je hebt een mes bij je waarvan wij zeggen van nou dat hoort niet. Dit is wat ik krijg. Maar er zit één afstandsverklaring, hebben ze op 3 messen gezet. Ja, ik heb er 3 gedaan. Dat is die. Dus dan zitten er nog 2 bij. Dus dan zijn het er 5 bij elkaar. Even kijken, hoeveel deze in kennen. Ja. Veel lampjes, joh. Even kijken. Hier, er staat nog een kluis. Ja. Er ligt toch wel mensen in de eigen tuin, hè? Hier zo ook. Voor gewoon gebruikers. Een afvalbak, zeg maar. Hier staan er een paar. Leon. De Westkruiskade, 10plein Eerste Middellandstraat, heeft al een geschiedenis van heel lang her. Voorbeelden van mensen ken ik die van ver buiten de stad komen en naar de Kruiskade komen om hier zo een bolletje te kopen, omdat het landelijk bijna bekend is dat je hier je bolletjes kunt kopen. Dit is een locatie waar heel veel mensen zijn die in drugs handelen. Die staan hier heel vaak. Dus vandaar dat wij mensen, ja, als wij in een groepje bij elkaar zien staan, dat we aanspreken. Ik wil je vragen, ik was de hele tijd hier binnen. Ja. Ik heb een drankje gekocht, ik heb een broodje gegeten. Gaat er niet om dat je niet gelooft. Ik ga groeten. Gaat er niet om dat je niet gelooft. Het gaat erom dat ik je vertel wat de reden is waarom wij jou even controleren. Ja, ik begrijp het. En daarbij zie ik ook nog dat je een peuk weggooit. Nee, omdat ik ging ook roken. Okay. Die jongens zag je en ik gelijk roken. Want binnen mag je niet roken. Oké, okay. Nou je hebt hem zelf opgeruimd, dus ik ga je er geen bekeuring voor geven. Maar hou er wel rekening mee dat je er wel een bekeuring voor kan krijgen. Ja, dat is goed, meneer. Oké. Nou, is goed. Hoi. Nou, bedankt. Zie je. Okay. Wij hebben hier een top 10 van overlastgevende dealers. Een echte top 10 waar wij van zeggen van nou, dat zijn gasten die langere tijd bijna iedere dag bezig zijn hier in het Oude West. En voor de rest hebben we heel veel last van mensen die dus van andere districten, dus andere locaties komen en hier komen dealen. Ja, om en nabij een schatting in de loop van de 3-4 jaar denk ik dat er wel dat ik er zelf al een stuk of 100, misschien wel 150 voorbij hebben zien komen als dealers. Ja, en gebruikers zijn de legio. Er zitten hier natuurlijk heel veel opvanghuizen. De voormalige Pauluskerk heeft hier gezeten. Nou, al die verslaafden die komen gewoon deze wijk in. Okay. Ja? Ja? Waar slaap je nu? Op straat. Op straat. Nou, eerlijk gezegd, ik heb helemaal niet geslapen. Ik heb zelfs zelfmoord mee gingen. Zo erg is het dan bij mij. Weet je, dit moment? Nee. Niet elke moment, soms zit er. Daar zit je wel over na te denken. Ja, omdat ik weet je, islam ben. Dat wordt, het is de ergste wat je kan doen. Nou, weet je, als je nou om 4 uur naar het bureau komt, zij gaat me zo meteen terugbellen. Dan gaan we even kijken wat we voor je kunnen doen, oké? Okay? Maar je moet wel komen, hè, inshallah, oké? Okay? Is goed, dag Halkan, tot straks. Ik ben het buurtagent hier in het Oude Westen. Er zijn natuurlijk heel veel, heel veel dealpandjes, heel veel. Ja, het trekt gewoon hier zo in het Oude Westen. Vraag maar aan iemand die in
in Canada woont of wat dan ook. En die zegt tegen jij in Rotterdam op de Westkruiskade, daar kan je het halen. Die zou willen dat ze allemaal afkikken. Dat je ze ergens naartoe kan brengen en dat ze allemaal afkikken, ja. Het lukt niet. Hoi, met Salwa Ben Larbi, bureau Eendrachtsplein. Hebben jullie nog een slaapplaats voor één meneer? Heb je nog één bed? Oké, dan... Wacht even, heb je €2? Nee, ik ga. Hij heeft geen geld. Oké, bedankt. Hoi. Nou, je hebt in ieder geval een slaapplaats voor vanavond. Je hoeft niet te betalen. Oké. Maar je gaat wel, hè? Nummer, ja, zeker ga ik. Oké, schrijf ik even het adres voor jou. Ik heb jouw naam doorgegeven. Van de administratie hebben ze gezegd, dan moet je wel nu komen. Oké. Hartelijk dank. Ja, hier is het ook altijd raak, hè? Hier zitten de gebruikers ook altijd. Ja. Het zijn al die hoekjes. Wat vroeg je? Ja, we zien dus gebruikersartikelen en mensenpoep. Smerig, hè? Hier liggen condooms, zie je het? Oh, die kleren zo hier. Drugs in kleur doen wij met bewoners. Daar letten we dus op, signaleren we, kijken we natuurlijk waar de meeste overlast is. Vroeger had je dus bijvoorbeeld, wat wij ook noemden, hadden we onze huisjunk. Dan kon je dus tegen zo'n junk kon je zeggen, joh, ga nou eens hier weg bij de speelplein, want je ziet toch wel dat de kinderen spelen. En dan werd het ook geaccepteerd. Dan begreep zo'n junk dat en die ging weg. Nu is de handel is zo hard geworden dat ze van heinde en ver komen en ze hebben dus wat dat betreft geen thuisbasis meer. Ze proberen gewoon zo snel mogelijk geld binnen te halen en ze zijn niet meer benaderbaar, ze zijn niet meer redelijk en dat is gewoon het grote probleem. Nou, volgens mij is het, ja, naald of zo. Het zou kunnen, maar even aan, Petra. Aan onze buurtagent, die weet het wel, waar is ze? Daar. Salua. Ja. Salua. Is dat een gebruiksvoorwerp waar ze, of is dat niks? Is de onderkant ook open? Ja. Blaaspijpje. Ja, het zou wel kunnen gebruikt kunnen worden, die hebben wel. Ja? Ja. Ja. Ik gelijk in de prullen, hoor. Ja. Nou, we gaan beginnen met Binnenplein Bloemkerkestraat. 7 gripzakjes. En een, iets wat op een blaaspijpje leek. Ja. Gaan we verder naar de Kruiskade. En er liep een junk te wandelen. Die wandelde voorbij. Dat zei Salwa. En voor Apien stond een auto met dealers, eventueel gebruikers. Dat... Eerste Middellandstraat. Ja. Eén dealer. Ik had die auto. Moet bij elkaar. Ik vraag me of het gebed zonder eind is. Wij hebben voorheen hebben wij lang niet zoveel ellende gehad als dat we gewoon nu met overlast van dealers en gebruikers hebben. Ja, wat ik niet begrijp, als ik daar gewoon een aantal dealers zie staan, dan kan de politie dat ook zien. En dan kan je daar gewoon actie op ondernemen. Die moeten daar gewoon niet meer staan. We lopen nu de hoogte van dat mooie shipping. Ja, er staat er nu eentje van te gebruiken. Ja, blaas maar af, want wij hebben een overdracht gezien. Dus had jij een overdracht gezien met Paris, anders dan geen oefening. Ja, laten we hem afmaken. Ik heb wel een vermoeden, maar ik kan hem niet hard maken. Dus ik blijf wel even in de raad houden. Ik merk bij mij, zeg maar, dat ik echt de laatste tijd enorm last heb van de dealers, hoor. En dat ze gewoon, dat iedere nacht, ik heb mijn ramen open, kan ik gewoon de ruzie horen en ik zie gewoon dingen eerst. Ik denk van, jeetje, dat gebeurt iedere dag. Tussen 4:30 en 5:30 is er namelijk iemand die in elkaar geslagen in de Verspijkstraat. Die heb aardig lopen schreeuwen dan wij het gehoord hebben. Wil je een dealer aanhouden, dan moet je een dossier vormen. Als je een dossier, daar moet je aan denken. Je moet meerdere verklaringen tegen één dealer hebben voordat je het dossier hebt. Het
alleen maar zien door cameratoezicht of het alleen maar zien dat de politie op de hoek van de straat staat. Wij staan wat dicht bij elkaar en ik geef jou wat en jij geeft mij wat. Dat is onvoldoende voor een rechter om aan te nemen dat dat een deal was. Terwijl jullie allemaal, terwijl ik allemaal aan ons klompen, op ons klompen aanvoelen. Nou ja, daar wordt gedeeld. Maar dat is voor een rechter onvoldoende. Het kost dus wel heel veel tijd voor ons om een dealer langdurig van straat af te halen. Hey, drugsactie Oude Westen vanavond. Paulien die gaat bij camera toezicht zitten en die gaat in ieder geval de dealers bekijken. De koper gaan we aanhouden. En zodra de dealer niet bekend is, zullen we die gaan staande houden op de opiumwet. Let wel, staande houden. We gaan hem dus niet aanhouden. Nou, de dealers met de verklaringen tegen. Die moet nog aangehouden worden, dus die loopt nog rond. We hebben wel 3 verklaringen tegen, maar die gaat gewoon mee in de pool. De volgende. Die heeft 1 verklaring tegen. Zou mooi zijn als we daar er nog eentje tegen krijgen. Die heeft er ook 1 tegen. 1 tegen. Even kijken. Daar is geen foto van beschikbaar. En die heb ook 1 verklaring tegen. En Paulien, die maar kijken of we daar nog even een paar verklaringen van binnen kunnen roeien. Dat lukt. Dat is de woning van zijn oma. En daarvan hebben wij het vermoeden dat daar de dealpraktijken plaatsvinden. Ja, volgende. Ja, dit is. Hij heeft altijd, bijna altijd een panty op zijn kop. Of een hoedje. Dus hij ziet er iets anders uit, maar hij heeft ook nog tot laraste haar en dat is nu nog wat langer. Volgende. Nou, die ziet er nog gewoon precies zo uit. Die draagt bijna altijd of een petje of een capuchon. Ja? Oké, nou meer had ik niet. Bedankt voor de aandacht. Goeie actie. Van Purgen. Als je dealer wil aanhouden, nou dat kan op 2 manieren. 1 is de korte klap en dat is zeg maar middels een APV-actie, algemene politieverordening. Alleen ja, die gozer die staat de volgende dag gewoon weer op dezelfde plek te dealen. De andere manier is de langere termijn. Dat betekent dat wij dus de kopers van die bij de dealer hebben gekocht aan moeten gaan houden. En als hij positief verklaart, dan kunnen we dat als bewijs gebruiken tegen de dealer. De tweede optie staat hij natuurlijk een langere tijd te dealen, maar is hij ook een langere tijd van straat af. Er lopen er echt een paar te wachten hier hoor. Er moet een overdracht zijn waargenomen, een overdracht van verdovende middelen. Dus dat zijn een stapeling van waarnemingen waaruit dus dan blijkt van inderdaad, dat kan haast niet anders dan dat geweest is dat er verdovende middelen zijn overgegeven. Attentie mijn collega's, mogelijk gaat er zo een deal plaatsvinden. Meneer K*** heeft een Turks uitziende man opgepakt met een blauwe spijkerbroek, blauw jas, blauw petje, lopen richting Schravendijkwal. Staat op de hoek voor de avondwinkel en die verslaafde meneer gaat nu een portiekje in samen met een andere negroïde man. En ik heb nu geen zicht. Het is een zaak dat je heel snel bent, want tussen de overdracht en het gebruik is een hele korte tijd. De verslaafde die is echt zo verslaafd dat hij het eigenlijk direct wil opsoeperen. Die wil ook gelijk een portiek in en die wil het ook gelijk gebruiken. Ja, ik zag een paar handen overgaan naar elkaar en er is wel iets overgegeven, maar ik kon niet waarnemen wat. Soms zijn we te laat, dan gebeurt het zo snel. Een verslaafde die heeft het geld voor 1 bolletje. Die betaalt daar 8 tot 10 euro voor. Die krijgt dat bolletje, die duikt een portiek in en die trekt gelijk een beus, zoals wij dat noemen. Zodra die dat gedaan heeft, is hij het kwijt. En dan kunnen we hem wel gewoon open fouilleren, dan kunnen we hem wel... allerlei onderzoeken verrichten, maar dat heeft voor ons geen meerwaarde. Hij is het op dat moment kwijt. Het is voor ons is het geen belang meer om op hem of haar te investeren. Dan gaan we liever over naar iemand waar we van zeggen van nou, die kunnen we nog op hete daad wel betrappen. Dus daarom haken we af en beginnen we weer opnieuw. Ja, klopt. We lopen naar 4 gasten en die lopen nu bij Oba Supermarkt.
Mardi heeft net een overdracht gezien. De koper die is al richting de Gaffelstraat. Dat heb ik gezegd. Fana touwen? Ja, dat kan makkelijk. Laat wel even scheppen op jouw bevindingen. Yo, en het rond is onderweg. Mardi heeft net een overdracht gezien op het Zuiderwindeplein. Die dealer die is mij onbekend, die staat nu voor de 6 rondjes. Hij staat bij een groep jonge lui allemaal voor de deur. Dus heeft een zwarte jas aan, een zwarte broek. Oh ja, het kan ook donkerblauw zijn die jas. Met een bontrand eraan en hij heeft een zwarte pet op met heel veel wit drukdingetjes erop. De koper die wordt aangehouden, maar ik wil die jongen even gecontroleerd hebben. Oké, nou, hij staat tegen de paal van de meter aan voor de 6 rondjes. Waar ook? Hier ook? Hier zo. Heb je nog meer scherpe delen bij je? Nee? Als jij niet herkenbaar bij een beeld wil, dan moet je even omdraaien. Maakt niet uit. We gaan lopen over de straat en dan gaan we naar de deur. Ja. Maar wie heb je gekocht? Ja, bij een kleine... Ken je hem of niet? En wat is je naam? Nee, ik wil echt naam niet. Ik wil 10 komen zijn voor de 416. Zeg maar voor de Lima. Weet jij of er een dealer bekend is? Hoe laat over de dag? Ja, heb ik al geregeld. Wordt nu gecontroleerd. Ja, maar die genoeg, dank je. We zijn er weer. Ja. Dan hoort je inmiddels de weg, hè? Helaas wel. Hallo. Een trappetje op, gelijk naar rechts. Doei, hoor. En dan gaan we ook gelijk weer naar rechts. Ja. Er is nog een... Ga maar even zitten als je wil. Ja. Wil je alvast even je zakken leegmaken? Nee. Met alles wat je erin hebt zitten. Hier zijn de mannen. Cocaïne, die wordt dan zeg maar met een andere soort product wordt gekookt. Gekookte cocaïne. Dat kan bijvoorbeeld met ammoniak zijn of andere soort van toevoegingsmaterialen. Dat wordt gekookt, er wordt een brok. En van de brok snijden ze kleine stukjes af. En dat wordt verkocht als een eenheid. Men noemt dat hier een balletje of een bolletje. Dat had hij al, zei hij. Een komma. 35 gram. Nou, moet gelijk kleuren. Nou. Maar wordt hij blauw? Maar wordt hij blauw, maar hij gaat echt niet blauw worden in deze. Hij wordt niet blauw, dus het is niks. Dit krijgt hij terug. Dus dan heeft hij iets op zak wat. Ja, waarschijnlijk bakmeel. Dan verkopen ze elkaar natuurlijk ook bakmeel. Dus, ja, ja. Er zijn er ook bij die dan ook denken slim te zijn en die malen wat paracetamol en daar maken ze een balletje van. Of ja, we hebben stophoest als heroïne gehad. Daar komen nog wel eens vechtpartijtjes voor. Ja. Maar dan moet maar alleen maar even. Ja. Heroïne. Ik ga je horen voor het bezit van verdovende middelen. Je bent niet het antwoorden verplicht, dat weet je waarschijnlijk. Hoe kom je aan de kost momenteel? Nou, ik heb een uitkering. Je hebt een uitkering, gewoon van de soos. Ja. Hoe lang ben je al verslaafd? Ja, ik ben op 25. Degene bij wie je het gekocht hebt, ken je die? Die dealer? Niet persoonlijk, maar ik ken ze wel. Weet je hem van bijnaam misschien? Nee, ik ken zijn naam helemaal niet, joh. Helemaal niet? Nee. Dat kan, hè. Heb je wel vaker bij hem gekocht? Of niet? Ja, ja, zeker. En als er
10 dealers rondlopen, dan maak ik ook mijn keuze bij welke dealer ik wel koop en bij welke ik niet koop. Want bij de een word je dan wel eens genaaid en bij de andere krijg je ook altijd dat, goed spullen. Nee? Ja, ook dat. En de hoeveelheidjes ook een goed spul. Dat zijn dingen die belangrijk zijn. Heb je wel eens gezien dat de dealer bewapend is? Een mes of een vuurwapen? Ah, mes hebben ze 99% wel bij zich. Uh-huh. Heb je het wel eens echt bij hem gezien? Of ja, wel. Denk, ja? Hoe groot is de mes dan, denk je? Centimeter of 30? Weet je niet? Het is 35 centimeter. Ja. Hier staat. Nee, dat weet ik niet. Maar je hebt vanavond wel met een... Ik heb bij meerdere mensen vanavond gekocht. Zeker wel bij 3-4 verschillende mensen. Ja, ja. Maar je weet niet... Ik heb geen namen. Nee. Verklaringen zijn cruciaal om een dealer veroordeeld te krijgen. Wij hebben ook, naar aanleiding van die beelden, hebben ook gezien dat die verslaafden daarna is gaan gebruiken. Maar het is niet zo dat wij dat bewijsmateriaal kunnen gebruiken. Dus daarom haken we af. En dat betekent dat die verslaafde een boete krijgt en dan laten we het gaan. Ik wil nou ook gelijk naar huis. Kijk, weet je, of we gewoon op de kade. Nee, ik heb geen geld. Nee? Ja. Dan moet je het geld even maken. Oké. Okay. Die deur door. Oké. Goedemorgen allemaal. Wij gaan vandaag controleren op illegale. Dat is omdat de illegale vaak uitgebuit worden. Een concurrentie in verband met het feit dat ze natuurlijk met hele kleine bedragen worden ze misbruikt. En er is vaak ook sprake van mensenhandel. We hebben een aantal mensen in uniform en een aantal mensen in burger. Dat hebben we zo gedaan zodat het voor de, als we een pandje binnen gaan, dat het gelijk duidelijk is dat de politie binnen is gekomen. Dat je niet allemaal gelijk met je legitimatie hoeft te zwaaien en zo. Kijk eventjes of er een achteruitgang is. Loop daar gelijk naartoe. Zet het eventjes allemaal vast. En kijk goed om je heen wat er allemaal om je heen gebeurt. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn bezig met een controle. We willen eventjes de eigenaar, bedrijfsleider, wie is dat? U mag even hier blijven staan, meneer? Ja. Ja, even allemaal aan deze kant blijven staan. Ja, ik ben de Viola. Ja, ik weet het, maar u moet even aan deze kant blijven staan. Ja, sorry. Ik opstaan hier. Van iedereen wil ik eventjes papieren hebben. Mag opstaan. Ja, allemaal politiemensen. Zijn allemaal politiemensen? Ja, loop maar door. Even die achterdeur open doen. Wie is de bedrijfsleider? Dan ben je iets aan doen. Oké, achterdeur. Dit is achterdeur. Dit is achterdeur, mevrouw. De illegalen zijn heel bang en die kunnen heel angstig reageren. Dus daarom is het belangrijk dat je precies weet wat iedereen gaat doen, zodat er geen rare dingen gaan ontstaan. Zoals bijvoorbeeld iemand die ineens uit het raam wil gaan springen om er gewoon te kunnen vluchten. Waar bent u geboren? In Vietnam. Huh? Vietnam. Vietnam. Ja. Nee. Passport. Nee. Passport. Passport. Ja, maar die tremmen weggooien, die mensen, pakken, weet je wel?
batterijen allemaal. Ja, ze is gestolen. Oh, ze is gestolen. Ja, stolen. Ja, stolen. Nu, vandaag. Niet meer. Maar die talk, maar die politie bellen. Heb zij aangifte gedaan al? Ja. Wanneer? Nu, aantalig. Ik weet het niet. Maar ging. Vraag is wanneer dat zij aangifte heeft gedaan. Lekker, heb je nou aan. Wordt hij kan hij zo op een zo bij de hij denk hij oké zo houden hij wacht nu vrouw rustig met zo deze papier politiepapier naar huis thuis hebben ze thuis paspoort nee oh de aangifte aangeven aangifte is thuis ja waar woont mevrouw heb je nooit ja geen adressen kennen jullie haar niet u kent elkaar niet. Nee? Leg hij pintootje. Maar. Hey, met Salwa. Hoi, kan je voor mij even een naampje nakijken? Ik heb alleen geen juiste geboortejaar. Ik heb geen geboortejaar. Ik heb alleen maar een geboortedatum. Ja. Dat is Victor, Otto, Otto, Nico. Heeft ze ergens aangifte van gedaan? Wat is ze kwijt? Oké, nee, dan is het goed. Oké, dank u wel. Je ziet heel veel mensen die eigenlijk bijna de Nederlandse taal niet machtig zijn. En als je ze iets vraagt, hebben wel een document bij zich of niet op dat moment. En dan komen ze er later mee of wat dan ook. Maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe die mensen hier terechtkomen. Dus ja, je bent... Je wilt er wat meer van weten, dus wij hebben onze eigen vreemdelingendienst. En via hun heb ik begrepen dat er toch best wel veel illegalen zijn dat, die hier in de wijk werkzaam zijn. Maar ook wonen, omdat natuurlijk hele goedkope woningen hier in de wijk zijn. Is die nat geweest? Nee. De kern van de problematiek is denk ik de drugsoverlast en alles wat ermee te maken heeft. Maar naast die drugsoverlast, er zijn een heleboel andere zaken die ook in het Oude Westen spelen, die indirect te maken hebben met die drugsoverlast. Zoals bijvoorbeeld illegaliteit. Je ziet dat illegaliteit een risicofactor is om uiteindelijk in de drugscene terecht te komen. Daarnaast heb je ook prostituees die heel snel afglijden die kant op. Dus het is een hele keten, een hele ketting die je probeert te doorbreken om te voorkomen dat die drugscene hier constant maar blijft bestaan. Aangehouden weet, die loopt nu op de kade. Dat vreselijk provoceren en schreeuwen. Misschien even een aandachtspuntje voor iedereen. Ja, in zicht. Denk je waar ze aangehouden is geweest? Ze staan aangehouden ter zake APV. Mocht het zijn dat zij zich te buiten gaat, want ze is volgens mij dronken. Behoorlijk denk ik. Dan moeten we er even aanhouden ter zake openbaar dronkenschap. Aan te trappen en mensen uit te dagen hoor, dus die kan gewoon aangehouden worden. Ja, dat is begrepen. De 413, hebben jullie het meegeluisterd? Ja, de 413 is in de Van Spijkstraat. Jij wil ze aanhouden? Ja, laat me aanhouden. En dan even ophouden, de zaak ook buiten omschap. Van de Keilerweg is ze. Ja. Want als dat zo is, dan daar hebben we dat, die speciale trajecten voor. Ja. Maar... Ze is in ieder geval prostituee en ik ga er zomaar vanuit, want er lopen hier natuurlijk meer van de Keilerweg afkomsten. Mm-hmm. Wat zij ook van de Keilerweg afkomsten is, daar ga ik zomaar vanuit. Er lopen mensen uit te dagen, vernielingen plegen, dus overlast geven. We zouden dan eens even kunnen kijken wat de GGD er nog mee kan. Ja. Want die hebben dat project Ex-Keilerweg. Ja. Ik zal met de GGD zal ik ze nog eens aanbrengen om te kijken wat zij er daarmee kunnen. Want als ze hier blijven rondhangen, ja, dan hebben we en wij er last van en uiteindelijk... Zij wordt er ook niet beter van. Maar... Nee.
Hey, we gaan vanochtend op pad om openstaande boetes te innen en mensen met gevangenisstraf die ze nog uit moeten zitten. En die gaan we aanhouden. Dan gaan we niet met z'n allen hier staan, we gaan gewoon in een treintje staan. Mocht er geramd gaan worden, is degene die ramt, die beukt de deur in, die stapt opzij, die kant op weg en de rest zal naar binnen gaan. Zorg dat je allemaal op dat moment, want we weten niet waar we naar binnen gaan, er zitten mensen bij in de wijk, die zijn vuurwapengevaarlijk, daar gaan we ook zo voorbij naar binnen. Ik heb er geen bezwaar tegen enig geweld of voorzorgsmaatregelen, maar zorg wel dat je zelf veilig terugkomt. De woning, de trap, die gaan we op. Dit is de woning. We gaan kijken aan de achterzijde. Ik heb de sleutels van de Nieuwe Unie bij. Of daar een achteruitgang is en daar gaat een poppetje staan. We zullen altijd een voorverkenning doen om te kijken waar kunnen ze er eventueel uit. En waar gaan we ze dan treffen. Ten alle tijden worden ze handen zichtbaar gehouden. Ik wil niet dat hij straks ergens induikt en dat we straks in een kamertje een groot probleem hebben. Het kan zijn dat er wat meer familieleden zijn in zo'n woning. Zorg voor elkaar dat je weet wat je aan het doen bent. Zorg voor de veiligheid. Hij is open. Oké. Okay. Zullen jullie alvast achter gaan staan? Zijn ik gewoon open? Ja. 104. Bas en ik voorop. Eén man daarachter, Abdel, en het rijtje gewoon afzetten. Even een treintje maken, jongens, of een rijtje. Hier blijven staan totdat we daar staan. Als je lucht krijgt, hier gaan we rijken alle kanten. Oké, vanaf nu radio stilte. Kijk even naar het raam, hè. Kijk naar het raam. Ja, of er niks beweegt. Ziet hem ook. Goedendag, politie. Goedemorgen. Meneer. Ik ben meneer. Nee. Waar is meneer? Hier is hij niet. Hier is niet. Heeft u een legitimatiebewijs? Mag ik even binnenkomen? Ja? Meneer, ik wil ten alle tijde even uw handen zien. Ja? Nee, ik maak me niet druk. Ik maak me niet druk. Ja? Ik doe rustig aan. Let op, we zijn binnen. Zijn er nog meer mensen binnen, boven? Niemand boven? Mogen we even boven kijken, meneer? Ik wil eerst boven kijken. Ja, loop maar. Twee man boven. U bent eigenaar, of tenminste, u bent de ingeschrevene hier zo? Ja, ik ben de hoofdbewoner. U bent de hoofdbewoner? Dan zou ik, als ik u was, even kijken of ik bij de gemeente de heer uit kan laten schrijven. Ja. Want anders dan blijven wij natuurlijk hier komen. Ja, ik ben samen een paar keer binnengekomen en ook de deur een keer opengetrapt. Ja. En daar heb ik eigenlijk geen zin in om dit elke keer. Nee, maar dat gebeurt wel elke keer zolang hij hier staat ingeschreven, dan blijven wij hier komen, omdat wij dan denken dat hij hier woont. Snapt u? Dus ja, dan is het natuurlijk ook een actie van uzelf dat u kunt zeggen van nou, ik ga eens even naar de gemeente kijken wat er aan te doen is. Ja. Hetzelfde komt er een andere ploeg voor ons, dan leg je voordeur eruit. Ja? Ja. Oké. Okay. Prettige dag verder, meneer. Het is 65. Even die steen, kunnen we hem gelijk een 4 neerleggen. Goedendag politie, even openmaken. Klootzak. Klootzak, je mag papa, joh. Spuug op je kankerlijer. Toe! Niet doen. Papa, joh. Hé, ga er nou even op, joh. Ga nou niet schoppen.
In het Oude Westen hebben we een vrouweninloop. Daar, daar komen vrouwen van allerlei nationaliteiten en allerlei leeftijden. En dan op een gegeven moment vragen ze hoe dat zit met de wet in Nederland. En dan via komt er dan toch nog een verhaal uit via een andere buurvrouw dat ze had gehoord dat er een bewoonster uit de wijk, dat ze mishandeld werd al jaren door de man. Hij slaat mij. Hij spuugt op mij gezegd. Hij zegt tegen mij vieze woorden. En je dochter die was er ook altijd bij als ja, ze ja. Ging hij slaat haar ook. Hij is altijd niet lief met haar. Altijd. Zij is altijd bang. En ik heb gezegd, ik wil scheiden. Hij zegt tegen mij, nee, mag niet scheiden. Mag niet jij. En gelijk, ik heb gezegd tegen hem, waarom doet zo? Waarom doet raar? Ja. En gelijk, hij pakt mij en hij slaat mij. En hij pakt mij, zij wil mij doodmaken. Ik ben zelf fucked. Ik ben wakker geworden. Ik ben wakker geworden, omdat gaat nu stoppen. Ja. Hoeft niet verder. Ja, ik moet gelijk stoppen. Ja. Ik moet hier stoppen. Ja. Ik weet wel dat, dat haar keel wordt dichtgeknepen. En ja, laatst had hij ook bedreigd met een mes. Dus ja, je weet het niet, hè? Ik bedoel, dat wat zij mij verteld heeft, vind ik wel dat het eigenlijk al... dat zij al, hem al eruit moet, eruit moet gooien. Maar zij gaat daar toch steeds weer een stapje in verder. Hou dan wel even echt goed vinger aan de pols. Dat wanneer zij aangeeft dat het echt zwaarder en ernstiger wordt. Dan wachten we geen aangifte meer af. Nee. Zij heeft mijn directe nummer. Dus als, als er wat is, dan belt ze mij. En ik heb dat ook, die afspraak heb ik ook met de buren gemaakt. Zo, loop even mee. Ja. Mag even je schoenen even aan doen. Zo prettig vind. Ja. Alsjeblieft, ik heb wat extra suiker erbij gedaan. Ja, dank u wel. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Hans. Ik ben Khalid. Hoe was het dan? Goed zo. Jij bent dus aangehouden voor het kopen van verdovende middelen. Wist je dat je ook verdovende middelen gekocht hebt net? Of ik dat wist? Ja. Ik ben, gewoon langs de kade gelopen. Ja? En ik wist... Dus kruiskade precies, bedoel je niet, daarmee? Kruiskade, ja. Ik wist niet precies wie een echte dealer was of zo. Ik vroeg een paar jongens, waren Italiaanse jongen. Ja? Italiaan of Suriname weet ik niet veel. Ik weet niet of ze Italiaans of Surinaams waren. Vroeg ze of ze wit hadden. Ze zei tegen mij ja en ik zeg, doe maar een tientje. Dus je hebt eigenlijk willekeurig samen met iemand aangesproken? Nou, ze staan dan wel op een plek waar eigenlijk de dealers staan, weet je, altijd waar de dealers, liep ik mee. Toen gaf iemand mij een balletje en ik gaf hem een tientje en ik ben weggegaan. Okay, dus de daadwerkelijke overdracht heeft plaatsgevonden, niet op de kruiskade zelf, maar in de zijstraat? In de zijstraat, ja. Oké. Okay. Als je die dealer weer zou zien, zou je hem dan herkennen? Denk je? Ik denk niet. Nee? Nee, ik denk niet. Nee, als hij plotseling voor me zou staan, of hij... Nee, ik zou niet 1, 2, 3 zo kunnen zeggen. Ik heb net een aantal foto's gekregen. Van wat er net gebeurd is op de kade. En ik wilde jou eigenlijk even laten zien. En dan vragen of jij iemand herkent op die foto's. Ja? Even deze foto eerst maar even kijken. Herken je daar persoon op?
Bij hem kocht ik net die balletje. Daar heb je bij gekocht? Ja. Ja. Nee. Is dat niet iemand die toevallig op deze foto staat? Volgens mij wel. Volgens mij is dat hetzelfde. Ik denk het ook, hè? Want ja. Kijk, je ziet er ook dat witte kraagje. Ja, ja. En dat heeft hij ook. En hij heeft hier ook dat petje, dat rode petje. Ja, met dat, ja. Deze meneer? Dat ben ik zelf. Ja. Hi. Hey, ik zou jou nog even terugbellen over het aanhouden van die dealer. Als ik zo kijk in het overzicht, hebben we 4 verklaringen tegen hem. Die gaan we gewoon thuis halen. Als er voldoende verklaringen zijn, dan is het heel simpel. Dan gaan we ze proberen op te pakken. En dat doet dan opsporing, dus de recherche. Dan gaan we naar binnen en dan gaan we die vent aanhouden. Vrienden, ben weer aangehouden. Nou, allemaal in gedoven witte. Draai maar om. Alle tijden weer. Er ligt niemand onder het bed, jongens. Oké. Handen vrijmaken. Voor de 2 of misschien wel 10 dealers die wij pakken op een langere termijn, er komen er ook weer 10 tot 20 terug. Dat is frustrerend. Ik kan dus aantonen dat het event al 1,5 jaar hier bezig is met dealen. En dat leidt uiteindelijk tot de veroordeling dat hij dan 3 maanden gevangenisstraf krijgt. Dat is denk ik de grootste frustratie. In feite is dat al heel lastig om aan politiemensen te verkopen. Maar aan de andere kant is het denk ik nog veel moeilijker om dat aan burgers te verkopen. Want die zien diezelfde vent ook weer na 3 maanden terug. Ja, misschien is die wel op vakantie geweest. Ja, je weet het niet. Die burgers die weten niet eens dat hij natuurlijk weg is. Maar 3 maanden, als ik dat uitleg aan de burgers, die snappen er ook helemaal niks van. Wilt u op de hoogte blijven van documentuitzendingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Surf naar www.document.nl. Ik ga niet als een zombie met een